Ik ben Charlotte Knul. Ik werk als verzorgende IG in Buitenhagen op de afdeling Binnenhagen. Dit is een psychiatrische afdeling en dan de ouderenzorg. Ik ben hier begonnen als stagiaire. Eigenlijk heb ik daarna hier ook mijn opleiding kunnen afronden. En daarna heb ik eigenlijk een baan aangeboden gekregen. Als verzorgende IG werk je ook als persoonlijk begeleider. Hierbij begeleid je cliënten met hun allereerste behoeften en vragen wat ze hebben. Daarnaast proberen we ons ook te richten op de zingeving van de cliënten. Dit kan een kerkdienst zijn of een andere activiteit zoals shoppen, koken, spelletjes spelen. Het is eigenlijk gewoon puur gericht op de behoeften van de cliënt. Als verzorgende IG vind ik dat je in huis moet hebben dat je flexibel bent. Het komt omdat je sowieso binnen het team met verschillende mensen te maken hebt, maar ook qua bewoners. Ze kunnen elk moment weer omslaan, dus hierin moet je dan wel op kunnen inspelen. Ook vind ik het belangrijk dat je sociaal bent. Dit omdat mensen het ook fijn vinden dat er gezelligheid is. Dus dat je dat ook wel aangaat in plaats van dat je verlegen bent. De impact die ik maak op mensen is vooral dat ik eigenlijk altijd een hele gezellige dag of avond wil bieden. Ook bijvoorbeeld als mensen even hun dag niet hebben, dat ze eigenlijk weer hun hart kunnen luchten. Je ziet dat er rust komt bij ze. Je ziet ook bij de leuke dingen dat ze genieten. Dat ze eigenlijk een beetje hun oude leven terugkrijgen met elkaar. Dus dat vind ik wel heel erg prettig. Aan het geloof in mijn werk heb ik dat ik vooral eigenlijk mensen hoop kan bieden. Vooral in dat mensen die hier komen wonen toch het laatste station is waar ze zijn. Daarin probeer je dan toch echt wel hoop te bieden. Ik werk graag bij het Leger des Heils omdat ik het een hele mooie organisatie vind. Ook wat ze allemaal te bieden hebben. Qua bewoners is iedereen welkom. Je ziet de meest verschillende culturen, verschillende mensen. Er wordt geen onderscheid in gemaakt met hoe en wie je bent. En dit vind ik wel heel erg mooi vanuit het Leger des Heils.